Nou, we hoorden de meiden die aan het kijken waren, die hoorden we gillen, schreeuwen en blij zijn. Dus ja, toen hadden we al een vermoeden dat er een gouden medaille was gepakt. Dus ja, dat is leuk dat we dat nou tijdens de training kunnen volgen. Kijk, we zijn een hechte club en een klein wereldje op zich. En iedereen kent iedereen, dus dat is het fantastisch. En ja, kunnen we alleen maar hopen op meer en leeft iedereen met iedereen mee uiteraard. Ondanks dat we hier zijn. Het is wel heel speciaal. Ja. We hebben tegen de mannen zie je dan wel eens lopen, daar train je niet echt mee, omdat het verschil gewoon te groot is. Maar met de vrouwen hebben we echt op de sprint getraind en op tactiek. En dat zie je wel echt terug. Je ziet dingen terug die je getraind hebt. En dat is wel, ja, dan zit je wel met een extra beleving voor de tv, zeg maar. Natuurlijk, uiteindelijk, ja, over 3 jaar zijn er weer een Olympische Spelen. Dus ja, dat is uiteindelijk wel het puntje op de horizon. Ja, dat is wel het doel. Daarvoor sta ik hier. Ik doe het ook voor de lol, anders dan sta je hier niet, zeg maar. Dat is wel, ja, het uiteindelijke doel is wel echt Olympische Spelen, wereldkampioen en noem het maar op.